Dankjewel, meneer de voorzitter. Ik ben Bartje Brugman en ik ga nu Pussy Mouse zingen. Ik ben natuurlijk verschrikkelijk vereerd door de nominatie voor VIA Agent van het jaar 2013. En voor mij eerlijk gezegd meer dan voldoende reden om als 020 naar 010 te komen. Alleen is de nominatie toch misschien niet helemaal terecht, want ik ben eigenlijk een hele slechte agent. Ik ben eigenwijs, ik luister niet naar mijn merken, ik luister veel te veel naar mijn klanten. En het ergste van alles eigenlijk is, ik doe dit werk al zo lang en ik ben nog steeds niet rijk. Dus ik kan onmogelijk een goede agent zijn. Maar goed, ik sta hier, dus ik moet er toch iets van maken. Laten we wel vooropstellen dat het zijn van tussenpersonen wat wij zijn, dat het geen dankbare taak is. We hebben steeds meer te maken met tegenwerking van onze merken en van onze klanten. En naarmate de economie slechter wordt, wordt dat steeds moeilijker. Ik heb er eigenlijk een paar jaar geleden voor gekozen om als tussenpersoon mijn eigen richting, mijn eigen weg te kiezen, waarbij ik heb gekozen voor zichtbaarheid. Zichtbaarheid in eerste instantie van mezelf, maar daarmee uiteraard ook van mijn merk. Want mijn merken zijn toch niet voldoende in staat om datgene te doen wat ze misschien eigenlijk zouden moeten doen. Dus ik probeer nu al een paar jaar lang de marketing voor mijn merken te doen en daarvoor gebruik ik alle mogelijke middelen die mij ter beschikking staan. Ik ben bijzonder actief op internet en alle mogelijke sociale media, met of zonder visie. Ik hoop dat ik het met visie doe. Ik onderhoud hele nauwe contacten met de pers, erg belangrijk, zowel de woonbladen als de vakbladen. Ik heb inmiddels 2 showrooms in een klein land als Nederland, ook niet helemaal, hoe zal ik het zeggen, normaal bijna. Kortom, alles wat ik doe, doe ik in het belang van mijn merk, maar ik word zelf bijna ook bijna een merk daardoor. En dat is misschien niet helemaal de bedoeling, maar nogmaals, ik doe het uiteindelijk voor mijn merken en daarmee hoop ik de einddoelgroep te bereiken die mijn merken ook willen bereiken, en dat is de consument. Nou, dat is het eigenlijk. Het klinkt allemaal heel simpel, maar ik heet Brugman. Dit is allemaal ook gepraat als Brugman. Ik ben nog steeds niet rijk, dus uiteindelijk is er nog steeds maar één conclusie te trekken. Wie het ook wordt, ik ben een hele slechte agent. Dank u wel.